Patrick Postema, teleurgesteld of toch tevreden? Even, dat hele die laatste moment, ja, ja, de goal en, ja, en die kans. Nee, tevreden hoor. Tevreden. Ik denk op basis van de hele wedstrijd dat een gelijkspel ook echt wel verdiend is. Anderzijds kunnen we natuurlijk vanuit de counter en omschakeling wellicht een keer de 2-0 maken. Maar als je kijkt naar zeker de eerste helft, waarin ik vond dat wij echt weer de overhand hadden. Maar goed, dat leidde niet tot enorme kansen. In de tweede helft was van onze stroper, dus dan probeer je met wissels, ander speelwijze, ander systeem in eerste instantie. Nou, op een gegeven moment toch Peter naar voren, dus je probeert van alles met elkaar om dat doelpunt te forceren. En op basis daarvan, dus enerzijds het veldspel van de eerste helft waarin je de meerdere bent. En op basis van kijk wat we allemaal doen, proberen om ervoor te zorgen dat hij dan eigenlijk een keer goed valt. Ja, denk ik echt wel dat we dat punt ook verdienen. Ja. Als je ook van David kijkt, je staat niet tegenover de ploeg waar je alle hoeken van het veld ziet. Je bent zeker niet te minderen. Nee. Alleen dat scoren, dat is wel een dingetje. Heb je nou een salto gemaakt toen je scoorde? Want ik heb je even niet gezien. Ja, oh nee, ja, dat niet. Ja, dat is gewoon, maar voelde het wel als bevrijding? Ja, dat tuurlijk. Kijk, uiteindelijk zijn we van die hatelijke nul af ook. Maar ja, je ziet wel gewoon waar het zeer zit of zo, weet je wel. Ja, we voetballen echt alleraardigst. Nogmaals, zeker die eerste helft. Alleen we komen gewoon te weinig. Weet je, we drukken ook niet af, hè? Want we komen daar nog wel eens een keer. Maar dan is het ook weer breien. Of ja, je jankt die bal eens een keer op. Het is nou zo'n punter of zo, weet je wel. Maar ja, dat missen we gewoon. Of missen, weet je, we missen het in ieder geval op de moment in de wedstrijd. En of we missen in de groep. Nou ja, dat moeten we met elkaar uitvogelen. Ja, dat moet wel beter. Telde je die laatste al? Ja, een beetje wel, ja. Ja? Ik dacht, zag hem wel in die kruisje blijven. Ja, man. Ja, ja. Maar dan had je wel een salto gemaakt. Dan wel, denk ik. Ja. Ja. Kijk, en misschien was het te veel van het goede, hoor. Aan de andere kant hebben we natuurlijk twee wedstrijden ook misschien net te weinig gekregen. En ik vind dit gewoon oprecht verdiend. Dus wij hebben niks gestolen of... En dat is in wedstrijden wel eens anders geweest. Kijk, en ik denk als wij de 3 punten hadden gepakt, dat we misschien wel iets hadden gestolen. Maar goed, tegen Genemarie kreeg je net iets te weinig. Ja. En vorige week kreeg je net iets te weinig, maar dan kreeg je echt alles veel te weinig. Ja, maar dat bedoel ik, weet je. Dus als je nou die 3 punten had gepakt, ja, dan had je misschien ergens weer een soort van kiet gedraaid. Ja, ik denk dat we gewoon voor nu blij moeten zijn met de punt, weet je. Harkema is toch een ploeg wat ook richting tweede divisie wil. Vorig jaar natuurlijk periode gepakt, heb natuurlijk absoluut alleen recht in Noord-Nederland wat betreft amateurvoetbal. Dus daar kunnen ook al de beste gewoon, dus ik denk dat we gewoon tevreden moeten zijn, dat vooral. Ja, goed, vandaag het eerste doelpunt en volgende week dan? De eerste overwinning. Ja, goed, daar voetballen we elke week voor, maar wat ik zeg, ik denk dat hier moeten we gewoon even blij mee zijn, hier moeten we tevreden mee zijn, dit is gewoon prima. Kan iemand even zo'n plasfles halen? Wat ik zeg, en het voetbal was gewoon weer goed en dat stemt ook gewoon tevreden en dat is een absolute basis voor mij om door te bouwen ook. Want nogmaals, als we aan de bal niet goed genoeg zijn en we komen net te weinig in de 16 of zo, ja, dat zou schokkender zijn dan dat je. Ja. Hoe was de stemming in de kleedkamer? Goed, goed. Okay. Ja, ook een opluchting of zo. Weet je. Iedereen is tevreden. Ik had misschien nog zoiets van, misschien een soort van teleurstelling dat het maar 1 punt is of zo, maar ik merk aan de jongens dat de tevredenheid overheerst. Ja, dan moet ik dat overnemen en dat doe ik dan ook. Dus, maar ik zeg gewoon een goede baas om weer door te gaan. Oké, bedankt.